Hey, goedemiddag jongens en meisjes. Alles goed? Met mij wel, want ik sta weer aan de waterkant. Ik ga lekker bellyboten. Ik heb vandaag vrijgenomen een dagje. En morgen ook. Ik ben gisteren gaan door de hazen. Vandaag ga ik bellyboten en morgen ga ik weer door de hazen. Dus er komen heel wat video's aan. Een aantal hebben jullie al gezien als deze uitkomt natuurlijk. Jurgen, die komt ook een uur of vier. Die moest nog even wat blokken lijmen en dan kwam die ook deze kant op. Dus ik ben benieuwd. Er zijn een paar mensen aan het vissen. Ik zie hier een bootje en ik zie wat mensen langs de kant zitten, maar niet... Niet heel veel. Dus ja, ik ben er wel klaar voor. Ik heb hier mijn bellyboot staan. Ik heb er een extra dikke zitting op laten leggen. Of laten leggen, die heb ik gekocht. 12 centimeter hoog, dus ze zitten wat hoger in de bellyboot. En dat is wel fijn. Ik heb ook twee nieuwe tassen gekocht, maar die zitten er nog niet op. Die moeten nog geleverd worden. Hier mijn boegtas met allemaal spullen. Nieuw waterpak gekocht bij Van Vrede, Hengelsport. Dus daar kan ik er ook weer tegenaan. Het zal lekker warm zijn in de neopreen. Dus ja, wordt lekker. Zo jongens, ik zit op het water. Poehoe, had even wat voeten naden. Want ik moest mijn neopreenpak aantrekken en dan kon ik iemand de hele tijd kletsen. En ik moest dit en dat nog allemaal doen en ik heb het nu strontwarm. Ik zweet mijn ei uit eigenlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. En ik ben nu aan het paddelen, door de hazend draaien gedaan. Shetje draaien gedaan, wat Jurgen me had aangeraden. Nou, we gaan eens even kijken of we iets kunnen vangen. Dat is een amateur alert. Oh, ik heb een tas met eten heb ik voor in de auto laten liggen. Dus moet ik daar als Jurgen komt, moet ik maar eventjes hier naartoe paddelen. En even van afstand de auto openmaken en dan moet hij hem nog even eruit pakken. Maar goed, eventjes overleef ik wel, dus het komt helemaal goed. Ik heb er wel zin in, maar ik ben nu wel even moe van het opzetten allemaal. Kijk, je ziet hier wel dikke signalen op het scherm. Ligt iets op de grond en net iets erboven. 4,2 meter. Ja, misschien dat er beneden planten zijn, maar die bovenste is denk ik wel vis. En Jurgen heeft deze goed voor mij afgesteld, dus ik kan het allemaal redelijk goed zien, heb ik het idee nu. Komt Jurgen aan, is een racemonster. Er zitten flink wat kuilen in de weg, dus ik kan het niet altijd hard rijden, maar ik kan even die tas voor mij uit de auto pakken. Deze shets heb ik. Even een Kitech. Ontzettend een goeie. Alleen weten ze daar de staartje nog wel snel vanaf, heb ik in de gaten. Dat is al twee keer gebeurd nu. Fish on. En een goeie. En een goeie. Op de verticale hengel. En onder me. Haha. Een snoekbaas. Hij heeft me gepikkeld in de kieuw. Pikkel in de kieuw. Tadada, pikkel. Ah, scherpe. Scherpe jongen. Hoppa. Oh, nu wil mijn chat helemaal terug hebben. Godverdomme. Kijk, ha. De eerste. Hoppa. Mooi visje. Dat is een goeie. Op de chat. Kijk, daar zie je. Kijk. Je vriendjes. Kijk. Hoi pap, hoi mama. Hoep ze maar even. Ja, er weer het water in, hè, jongen. Hoppla. Godverdomme. Spettert hij me helemaal nat. Kijk, daar staat Jurgen, die staat bovenop in zijn nieuwe neopreen pak. Hij heeft hetzelfde als ik. Ik heb hetzelfde gekocht, net bij Van Vrede Hengelsport. En dat is een mooi Spro pak. 5 mm geloof ik. 4 of 5, weet ik niet. Maar dan passen de flippers tenminste goed. Die schoenen passen goed in de flippers. Andere pak is dat nog wel eens een probleem. Daar komt hij. Jurgen zegt, ik lijk wel 80. Hij is kapot, man. Hij is kapot. We kunnen nu even lekker bijkomen op het water. Ik ben het zo vergeten. Ik heb hier een zak mee eten met jou. Ja, dat is wel fijn, ja. Hop. Oh. Ja. Dankjewel. Oké. Thank you. Ben je even een worstenbroodje pakken. Kijk. Ja. Dat is niet te veel. Mm. Ja, dan doe ik het gewoon zo. Hoppa. Ja. Blijft wel een beetje in de top, hè? Ja. Het blijft altijd een beetje in de top. Ja, had ik net ook. Ik was net aan het opbouwen. Ik denk, wat ben ik mee bezig? Kapot, hè? Ik denk, wat ben ik mee bezig? Maar als je eenmaal op het water zit dan, en alles gestructureerd en alles weer netjes is, dat was in de klap. Ja, ja. Ik hoop dat hij blijft hangen. Ja, of een snoekje of een dikke snoek, een hele dikke snoekbaars. Nee. Hij komt wel. Ik weet het niet.
Het trekt goed, jongen. Denk een snoek. Denk ik. Oh. Hij trekt me door de slip in, dus ik kan niet ik kan niet eens opdraaien. Ja. Ja, een snoek, ja. De slip iets strak. Ah, oh, daar is die. Ja. Oh, woman! Wat? Wat? Ik heb hem. Oh, jongen! Woe! Wat een dikke maat. Hé. Hey. Dat is 80. Ja. 75, denk ik. Ja. Kom, maar ik wou flink aangevallen. Ja. Kudde. Schudder, ik ga die winnen omhoog, jongens. Kunnen een mooie foto maken. Oh, dit wordt een mooie foto, denk ik. Kudde. Wacht, kijk in de kop. Jij kijkt in de kop. Wil je meten? Ik heb hier een rolmaat op mijn dingen staan. Die had 80, hè, denk ik. Een rolmaat. Ja, hou met z'n haast. Het is nul. Ik moet even kijken. Ja. Ik kan er niet bij. Nou, hoef niet te meten. Even meten, jongen. Ja, kom hier. Trek even naar je toe. Ja. Oude meter. Oude meter. 1, 2. Wacht. Ja. Hier is het nul. Ja. Ja. Hier, bij de handvat. Oh, bij de handvat natuurlijk, ja. Ja, hij is 80. 80? Ja, dik 80 is. Dik 80 centimeter, jongens. Mooie snoepbaas. Hoppa, gaat hij weer. Ja, maar gooi, hè? Ja? Ja, of in de kop naar beneden zo winnen. Ja. Hoppa, oh. Lekker, Tom. Nou, jongens, dat was een mega snoepbaas. Echt niet normaal. 80 centimeter in een dikke buik. En ik was aan het vissen en ik voelde op mijn verticale engel. Bam! Gewoon in één keer een hamer. En ik dacht even dat het snoek was, maar ik twijfelde wel. En op een gegeven moment komt er even een dikke snoekbaas boven water. Non, dat is best wel bijzonder, want zo vaak vang je hier eigenlijk geen snoekbaas. Het is wel bijzonder dat ik er hier eentje uithaal. Zeker van dat formaat. Maar ja, mag niet klagen. Twee kleine snoekbaasjes nu. Een baasje, maar die ging eraf. Hebben jullie niet gezien. En een dikke 80er snoekbaas. Dus mij hoorde niet klagen. En Jurgen moet een dikke snoek vangen. Die heeft zijn bijhengel eruit liggen, maar dat gaat ook nog wel gebeuren. Want die vangt altijd net voor het einde van de dag. Vangt hij altijd. Drie tikjes heeft hij gehad, dus daar komt ook nog wel vis uit. En ik moet een beetje die kant op peddelen. Ik zit hier boven 8 meter water, dat is veel te diep. Dus ik ga eventjes een stukje terug. Maar dat was wel even een mooi avontuur weer. Alleen op amateurvisser.nl. Ah, een goeie. Ja. Ja, niet zo dik als die ene, maar misschien snoek. Hè? Huh? Nee. Oh, dat is een goeie. Jurg. Ja, kom maar. Dikke snoek! Dikke, ja! Kom maar! Oh, dat is een dikke jongen! Ja, 90! Nee, ja, ik heb hem hier aan de kant, ja! Ja, nee, 80 denk ik. Hij ligt heel stil, maar... Dit is wel een mooie. Maat. Ja, doe maar rustig aan. Hij zit goed vast, denk ik. Als hij los gaat, gaat hij los, maar... Het is wel een goeie. Ja, maat, kom op, een motortje erop, jongen. Op die shed? Ja. Normaal, hè? Ja, die sheds die zijn echt goed. Hij ligt hier, als je... Pas op, dat je vaart er zo tegenaan, hè. Hier ligt hij, hè. Ligt gewoon stil. Dikke nek. Ja. Ik weet niet, maar het lijkt een dikke, ja. Ik kan niet dat hij nog even gaat spurten. Ja, een meter. Ja. Een dikke. Hoppa! Hoppa! Ja, dat is een dikke 90. Een dikke 90, ja. Dikke 90. Ik doe even mijn handschoen aan. Ja, hè? Wil je iemand haken? Nee, hoezo? Ben je bang, jongen? Hij springt bij je hand. Hij is al los, of niet? Nee.
Oh, jongen, wat is dat voor een robot? Ja, die lag heel stil. Ja, ik ook. Ja, pas op. Hij wil eruit, hij is gek. Is die rooi in het gestel? Van de nieuwe kids, weet je wel. Weet ik niet. Die is gek, jongen. Oh. Ja, ik doe even nog handschoentjes aan, ik heb gisteren mijn handen al helemaal open gehaald. Ja, ik ook hier net, kijk daar. Oh ja. Pats, haak erin. Haak erin. Ellende, een mooie getekende snoek. Ja. Oh. Zie die grote vingers ervoor, hè? Die vingers naar achteren. Ja. Hij gaat weer. Even wachten, leg hem maar even neer met de camera, het water. Nou weer. Kom maar. Nou weet je het. Ja, mooie vis, Tom. Hey, goed hè, die is 90 denk ik. Engel, ja zeker. Ja. Draait je kop naar mij, zo. Nee, zo. Nee, andere kant, ja, denk je de bovenkant ziet. En ik leid die een beetje van mijn hand af. Lekker maat. Ja. Je kunt meten als je wilt, hier redden we staan. Ja, geloof het wel. Langer als je noemt, baas. Ja, dat wel. Oh, die gaat naar de 95. Ja, hoppa. Die shirtjes zijn goed, jongen. Die zijn echt. Die zijn echt goed. Die ga ik bestellen. Of die ga ik halen bij de Supercats of zo. Oh, nou peddel ik terug, want dan moet ik zeker als een dolle stier. Ja. Echt. Zo, jongens. Zo, het zit er weer op. Lekker gevist. Ja, Tom, lekker gevist. Ik heb lekker gevangen. Het komt allemaal goed gevangen, hè? Ik heb een snoekbaas van 80, een snoek van de 95, twee kleine snoekbaasjes en een baas. En een, ja. Ja, en een paar ervan af. Ja. Je hebt heel veel tikjes en losjes. Ja, ik had eentje met eraf, met een oplichter viel er eentje af. Ja, allemaal tikjes zetten. Kon zien, hè? Shetjes schoven van de hak. Ja, echt. Heel felle armbeten, maar niet blijven hangen. Echt raar, eigenlijk, hè? Ja, we vissen zonder stinger altijd, hè? Ja, dat wel, ja. Geen stinger. Ik had één maatje groter shets als Tom. Ja. En dan vissen al mijn enkele haak. En misschien had je dan net die staartjes pakt. Kan, ja. Met ja, wel actie. Vorige keer had je die meervallen. Ja, die had ik ook wel een shetje. Ja. Het zijn hele goede shets trouwens. Ja, het zijn Kitech shetjes. Ja, echt hele goede. En geel met roze, ik had ze al laten zien in de video. Dus, ze zijn wel heel vlug kapot. Dat wel. Ja, nog één keer in bijten en zijn ze kapot. Ja, de één of twee goede aanbeten en dan zijn ze weg. Maar helemaal niks uit. Nee, maar het was een lekker dagje. Ja. Ik heb wel eens weer een auto gegooid. Ik heb Tom overgehaald, want dat wou eerst niet gaan. Ik, eerst, ik was in twijfel. Ik denk van, ah, zal ik maar gaan. We gaan even een paar uur. Maar dan zeg je, Jurgen, als je twijfelt, moet je altijd gaan. Ja, thuis dus, vang je niks, zei ik al. Thuis vang je niks. Dus, en ook al vang je niks, toch even lekker eruit. Ja, lekker, heerlijk. Heerlijk. Dus, zondag jongens, gaan we weer, hè? Zondag gaan we weer. Dus dan gaan we knallen. Even kijken waar we toe gaan, niet naar hier. Nee. Ik heb een heel andere plas, waar ik hele mooie bars heb gevangen. Ja. Ben ik wezen vissen vorige week, dus misschien hebben we dan wel toe aan. Ja, kunnen we dat eens proberen, ja. Even het weer in de gaten houden in de wind. Kijken wat het doet. Nieuw water, dus ja. Dat is mooi. Ja. Nou, vond je een leuke video? Vergeet niet te abonneren en keep on fishing, hè. Ja. Doei.